Ik denk dat natuur en dieren is bij wijze van spreken met de paplepel in meegegeven. Mijn grootouders hadden een boerderij, en dat waren boeren. En mijn ouderlijk huis was naast de boerderij. Dus ik heb eigenlijk het grote deel van mijn jeugd op de boerderij gezeten en in de bossen daar rond en de velden samen met mijn neven en maar spelen. En maar, als we maar vuil konden worden en als we maar in de natuur zaten. Er zijn zoveel dingen dat je kunt doen met dieren, maar wat dan? En dan op internet beginnen kijken, alles wat dat te maken heeft met dieren. En toen zei mijn vriendin tegen mij, ja, hier in Mol zit een VZW en die doen natuurbeheer met echte Kempische heideschapen. Dus ik ben direct dan gaan solliciteren bij de VZW. En dan mocht ik beginnen als vrijwilliger en ik heb dan eerst een goed half jaar gewerkt als vrijwilliger daar. En blijkbaar deed ik dat dan toch goed, want nu werk ik ondertussen bijna een jaar voltijds als herder bij Kemp VZW. Eikels, hè. Dat eten ze graag. Ai. Allee, weg. Als ik op stal ga 's morgens, dan zie ik al mijn collega's en andere vrijwilligers die meekomen. Dus ik ben eigenlijk maar... ik ben eigenlijk niet heel veel echt alleen. Bij mij zou dat zelfs misschien nog iets meer mogen, want ik werk zelfs liever alleen, denk ik, als te veel met andere mensen. Dus eenzaam word ik echt wel helemaal niet. Nee. Ik ben een ongelooflijk gelukkige mens. Ja. Natuurlijk omdat het echt iets voor mij is. Hè. Het ligt echt in mijn hart om dat te doen. Wat ik al zo jaren niet van had, van dat ik zo gewoon eigenlijk op mijn eigen, buiten, op mijn gemak, niet te veel stress met beesten. Ja, dan ben ik een hele gelukkige mens. Ja. Zeker en vast.